Oké, het licht is zo fel dat ik bijna niks zie. Ik hoop dat jullie wel wat zien. Dat kan ik nu dus even niet bekijken. Maar goedemorgen. Het is vandaag donderdag 27 augustus. En het is 9:30 in de ochtend. Mitchell en ik zijn eigenlijk al uren en uren wakker. Echt, eerste keer werken we om 2 uur, toen weer om 3 uur, toen om 4 uur. Heel erg last van mijn jetlag namelijk. Oh ja, en gisteren was ik best wel vroeg gaan slapen omdat ik me niet zo lekker voelde. Maar daardoor werd ik ook veel wakker. Dus chill, zo kom je niet echt over je jetlag heen. En ik ben gisteren best wel verbrand. Echt super klote eigenlijk. Want ik had gewoon mijn bikini al aan en toen had ik me lopen insmeren. Maar echt het randje bij mijn bikini ben ik toen een beetje vergeten. Dus ik heb echt zo'n rood randje om mijn bikini, topje en broekje. Super lelijk. Maar ik heb even een andere bikini aangedaan vandaag. En hopen dat het goed gaat komen. Dus we gaan het zien. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Oké, we zijn net dus heel eventjes wezen internetten en we lopen nu weer terug naar het huisje. We hebben even bij de receptie buskaartjes opgehaald, want we krijgen nu... Ik loop bijna te ver. Ja, want we hebben net buskaartjes opgehaald, want we mogen gratis met de bus. En ja, die hebben we dus opgehaald. Nou, zoals je ziet zijn we weer bij het strand aangekomen. En we gaan, denken we wel, voor hetzelfde plekje als gisteren een beetje. Maar ik ga denk ik in de schaduw, gezien ik best wel verbrand ben, was, ben... En ja, daar gaan we nu dus naartoe. Het is echt bloedheet trouwens. Echt wauw. Oké, Mitchell en ik hebben net heel veel leuke beelden gemaakt met de GoPro in het water. En toen dachten we, goh, laten we nog even wat verder zwemmen. En toen knapte het touwtje van de selfie stick en is de GoPro 40 meter diep in het water gevallen. 3 duikers hebben gezocht naar onze GoPro, maar hij is weg. Ik ben echt niet vrolijk nu, dus Mitt en ik hebben besloten om wat te gaan eten en lekker te gaan vreten. Hè, Mitt? Ja. Nee, we zijn allebei echt downies gewoon. Het is echt niet normaal. Maar ja, dit uitzicht maakt veel goed natuurlijk, maar nee. Het is net een nieuwe GoPro. Veel leuke beelden gemaakt op de eerste dagen ook en foto's gemaakt ermee. En het is toch €400. Ach, GoPro. En het is trouwens zo super warm vandaag. Geen wolkje aan de lucht, misschien zie je het wel. En ik ben heel bruin geworden, voordeeltje. Oké, dit is onze, we hebben net een GoPro verloren lunch, dus we gaan onszelf volproppen. Oké, daar ergens, echt hier waar ik nu aan wijs, zegt onze GoPro. We gaan nu trouwens weg hier, want we gaan heel eventjes naar onze kamer toe. En daarna gaan we naar het zwembad toe, want we hebben het wel een mini beetje eventjes gezien met het strand, met de zee. Onze GoPro opgegeten. Belachelijk heet op het moment namelijk. En iedereen is ook echt in de schaduw aan het zitten. Bijna niemand zit er in de zon. Het is echt niet normaal. Je smelt gewoon weg. Oké, ik moest vloggen van Mitchell. Want, waarom ook weer? Maar we kijken Harry Potter. En omdat ik er blij van word, zei Mitchell, kom, ik moet dat even vloggen. Dus wie kan raden welk deel dit is? Time's up. Nee, nog heel even. Dus, als jij weet welk deel van Harry Potter dat is, moet je het even in de comments achterlaten. Hé, meet, wat krijgen ze van je? Want dat was zijn idee. Een brofist, net als PewDiePie. Oké, we gaan even verder kijken. En we zijn een beetje aan het relaxen, omdat het gewoon echt te warm buiten is. Echt niemand is wat buiten, het is echt niet normaal. En als het afgekoeld is, gaan we dus wel weer naar buiten. En nu zijn we een beetje relaxed en wat vrolijker, want net waren we dus niet vrolijk. Hey, het is al zoals je ziet heel erg laat. We hebben net wat gegeten en wat gedronken, maar ik heb jullie niet meegenomen. Want zoals jullie misschien wel zien, het is echt super donker. Het wordt heel erg snel al, of heel vroeg al heel erg donker. Dus ja, dan was het ook niet echt leuk als ik zo filmen. Ja, dus voor nu ga ik de vlog afsluiten. Morgen weer een dag en die plakken we vast aan deze vlog weer. Dus de vlog is nog niet voorbij. Ik hoop dat je het tot nu toe leuk vindt. En sorry dat ik een beetje down was betreft die GoPro. Ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vonden om te zien de vlog tot nu toe. En morgen weer een dag. Dus bedankt voor het kijken alvast en ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is vandaag de 28e. Het is... Is het nou donderdag of vrijdag, jongens? Het is maar goed ook dat ik de dagen kwijt ben. Dat vind ik altijd een leuk gevoel. Vrijdag. Het is vrijdag 28 augustus. En vandaag gaan Mitchell en ik de stad in. We gaan Willemstad in. En dat betekent dat we wel een stukje met de bus moeten. Want wij zitten hier eigenlijk een beetje. Jan Tiel. En dan hierboven is Willemstad. Daar gaan we dus naartoe. En ik heb me goed ingesmeerd. Want echt, boy oh boy, ik ben verbrand.
Wauw, ik ben nog nooit zo verbrand. En misschien zie je het aan, maar ik heb heel erg gewallen. Dat komt omdat ik super slecht heb geslapen. Ik weet niet wat het is. Ik heb gewoon nog steeds heel erg last van mijn jetlag. En het is nu iets van bijna 10 uur of zo. Dus we gaan nu richting de bus. En dus dan nemen we jullie dus weer mee naar Willemstad. Oké, we zijn net uitgestapt bij de bus. We zijn nu bij Poenda. En dat is een stuk van Willemstad. Mint en ik zijn net hier binnen geweest. Shana. En ik had erover gelezen. Maar het is net een beetje als een Bershka. Dus ben je hier, ga even hier naar binnen. Ik had trouwens niks gekocht daar. Maar het was wel heel erg leuk. Maar ik had iets gezien en ze hadden mijn maat niet. Het is niet een Mac zakje, maar hier bij Penna vind je het, zeg maar, de Mac store. En daar is nog veel meer te koop. Maar hier kun je hem vinden. En ik heb een lipstick van Mitchell gekregen. Hij zit erin. Super lekker beeld dit. We staan nu bij hele leuke huisjes op de achtergrond. En Mitt en ik gaan nu proberen om een foto te maken. Maar het is super, super fel. Dus misschien wordt het niet zo'n hele mooie foto. Want we kunnen alleen maar knijpen met onze ogen. Maar we gaan het proberen. Ik loop heel veel in de schaduw hoor, want het is echt super warm. Jullie zagen net dat wij een pont hadden gepakt, want de brug, zeg maar, dat heet de Koningin Emma brug, zeg maar, die zijn ze aan het renoveren. Dus die is dicht. Dus nu is er een ferry die heen en weer gaat. Dus we hebben de ferry genomen en nu zijn we bij Renaissance. En er zijn hier een aantal winkeltjes, et cetera. Maar het is best wel rustig, maar we gaan even kijken. We zitten in de Starbucks en Amedi heeft wat yoghurt gekocht. Ja. Met wat? Framboos of aardbeien? Ja, volgens mij is het aardbeien. En ik heb een nieuwe strawberry frappuccino. En ze heeft mijn naam fout geschreven. Nog één L. Express. Ja, nu gaan we erover tweeten. Of in een vlog doen, hè? Of vloggen. Nou, we zijn nu dus de hele tijd bij Renaissance Mall geweest, maar we vinden het niet zo heel erg leuk. Je hebt hier best wel grote merken, zeg maar. Je hebt Guess, Diesel, Armani, Tiffany & Co. In ieder geval van alles. En ja, dan gaan we nou niet echt voor shoppen of zo. En er was wel een Starbucks en een Mango. We zijn net over de Mango, dat zit daar. En daar tegenover zit Starbucks, zijn we net heel eventjes geweest. Je hebt hier verschillende restaurantjes ook, maar die zien er ook heel erg leeg uit. Oké, het is pas 1:15, maar ook met lunch zit er ook niemand. Zoals je net hebt gezien, zaten we net weer in de bus. En we hebben net de hele klim weer omhoog gehad. En we zijn nu weer bij ons appartementje. Gelukkig is het best wel bewolkt. Het is nog steeds super warm. Maar nu gaan we heel eventjes omkleden. In onze bikini en zwembroek dan. Hij heeft geen bikini natuurlijk. En daarna gaan we heel eventjes naar het zwembad. Eerste keer dat we naar het zwembad gaan. Ik weet, dat zouden we gisteren al doen. Maar toen waren we een beetje op bed blijven liggen omdat het super warm was. Nu valt het al mee gelukkig, dus gaan we naar het zwembad toe. En we waren net dus bij Willemstad en ik moet heel eerlijk toegeven dat ik het een beetje vond tegenvallen. En Mitte ook, toch? Ja. Ja, het was wel leuk, daar niet van, maar... Sorry. Je moet het wel gezien hebben natuurlijk als je hier bent, maar misschien moet je gewoon wat doen, zeg maar. Sightseeing is het niet zo. Nee, dat was niet zo. En als je naar Curaçao gaat, raad ik je wel aan om dus bij Jan Tiel in de buurt te gaan. Gewoon omdat het wat toeristischer is, lekker strand en zo. Hé, hey, ons bed is helemaal opgemaakt. Housekeeping is geweest. En ja, bij Willemstad, er zijn wel wat stranden daar natuurlijk. Maar lekker bij Jan Tiel gaan hoor, lekker bij het... Om iets aan het drinken. Oh, ik heb ook zo'n dorst. Oh, sorry jongens, ik zo aan het hijgen ben. Maar voor de mensen die het weten, ik kan niet zo heel veel trappen lopen en zo. Dus ik ga nu aan het Lover's Ice Water. Dus wij zien jullie zo weer. Mitt en ik zitten nu bij het zwembad. En we zitten in een soort van ja, hutje. Ik kan wel even laten zien eentje die leeg staat. Oh, recht voor me. In zo'n hutje zitten we, zeg maar. Hier kan je het wel een beetje zien.
Dit is ook wel lekker zacht, lekkerder dan zo'n bedje. En zoals ik net al zei, het is een beetje bewolkt gelukkig. Dus het is niet zo heel erg fel meer, niet zo heel erg warm. Ja, het was wel een leuke dag. Ik weet niet of we gaan eten of waar we gaan eten. Misschien op de kamer, misschien ergens. Ik heb trouwens echt dikke blaren op mijn voeten door vandaag. Ik heb gelopen met sandaaltjes aan en dat is niet echt aan te raden. Oh, maar nu gaan we nog even lekker relaxen hier. Ik zit er even op het bedje en Mitchell zit hier. Oh wacht, ik ga hem aanwijzen. Oh, het waait een beetje. Hier is Mitchell. En het is ongeveer nu alweer. Het is 4:15 en ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel honger heb. Het is nu ook al best wel laat, dus we gaan nu naar de kamer, omkleden en eten. Het is nu 8:00 en wij gaan eten. Maar zoals jullie wel merken nu al, het is erg donker buiten. Dus ik zie jullie weer bij het restaurantje. Oh, en het waait zo lekker, jongens. Nou, wij zijn net terug van eten. En we gaan nu heel veel onze bikini en zwembroek weer aandoen. Want we gaan heel veel naar de jacuzzi's toe. Lekker warm eventjes. Het waait lekker buiten. Dus het is helemaal niet zo heet gelukkig. Dus heel veel de jacuzzi in. En daarna gaan we slapen. Ik ga dus alvast de vlog afsluiten. Nou, en bedankt voor het kijken. En vond je het een leuke vlog? Laat het dan vooral zien door een duimpje omhoog te doen. Of een hele leuke comment achter te laten. Zou ik allebei heel erg leuk vinden. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker. Want er komt nog zo'n vlog aan. Nog veel meer zelfs. Want we zijn pas bij dag 4. Ja, dag 4. En we zijn hier 13 dagen. Of in ieder geval, ja, dan ben je hier eigenlijk 11 dagen. 2 dagen op reis. Super oneerlijk. Maar toch. Nee, het is pas dag 3. Is het pas dag 3? Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Het is vrijdag. Ja. Het is dag 4 dus. En de vlog van dag 5 en dag 6 komen er dus ook weer aan. En ja, ik zou het leuk vinden als je die ook kijkt. En als dit de eerste vakantievlog is, dag 1 en 2, is het natuurlijk ook al geweest. Dus kijk die ook eventjes. Doeg!